Als we later groot en beroemd zijn geworden, dan kunt u zeggen, ik was erbij in Eerewoude toen ze voor het eerst dat gingen doen. Wat is het Wilhelmina project? Wilhelmina is volgend jaar, 50 jaar geleden, overleden. En haar leven duurde van 1880 tot 1962. En in die tijd is natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Heel veel welvaart is ontwikkeld, Nederland groot geworden. Ook twee wereldoorlogen geweest, noem maar op, dikke ellende. Maar ook heel veel goede dingen. Daar zingen we de liedjes over. We hebben liedjes genomen uit die hele periode, die ook echt komen van rond 1900 en uit de Tweede Wereldoorlog en uit de jaren 50. Die zijn dan voor ons speciaal bewerkt en gearrangeerd in de stijl die wij zo leuk vinden om te zingen. En die liedjes vertellen eigenlijk over het leven van Wilhelmina, maar meer nog over hoe die 20e eeuw zich voltrokken heeft. Nou, dat gaat u straks allemaal wel merken. Die liedjes zijn, ik zei het al, gearrangeerd en opnieuw in een jazzy jasje gezet. Dat doet onze muzikaal leider, dirigent, pianist, wat niet al, Martin Rudolf. Franse gouvernante was ons eerste nummer en dat is een heel toepasselijk nummer, want ook koningin Wilhelmina had een Franse gouvernante.
Al op 5-jarige leeftijd kwam daar een Franse dame, Madame Lyotard, kwam naar het paleis om het kleine prinsesje Frans te leren. Want dat was nodig, in die tijd werd er nog Frans gesproken aan het hof. Nederlands was wat minder belangrijk en dat was nog een hele koninklijke omgeving natuurlijk. Je moet zich voorstellen, de vader van de oude tsaar en de vader van de laatste Duitse keizer waren nog aan het bewind. Zo lang is dat geleden. Het was een tijd met grote standsverschillen, veel rijkdom, maar ook ontzettend veel armoede. En dat laat ons tweede nummer eigenlijk wel zien. Dat is een lied dat geschreven is in 1909, ter gelegenheid van de geboorte van Juliana, 30 april 1909, om de Koninginnedag eraan te danken. Een brief van een arme vrouw aan koningin Wilhelmina. En deze arme vrouw heeft ook net een kindje gekregen. En daar schrijft zij een brief over aan de koningin. Wil mij vergeven, majesteitelijk van uw koninklijke tijd, een ogenblikje durf te vragen. Ik weet het geen voor mij geen tast, maar het toch nou uw moeder was, dat ik het wel zou mogen wagen. Terwijl ik leg hier in mijn bed, kan buiten in de straat de pret, en hij die van de mensen horen. Buurvrouw zegt alles is versierd, en staat de druk. Wees gevierd, omdat uw kindje is geboren. Geboren, kindje, majesteit, dat nou ik schrijf je naast me lijkt. Dus ook het mij ziet, mijn dagje ouder dan het uwe, morgen ben ik weer op de been. Voor u gaat daar meer werk overheen, voor ons nog mensen gaan. Maar ben ik morgen dan weer overeind, dan weet ik als ongehuwde moeder zijt. Waarachtig, niet meer waarom ik heen moet, mijn dienst is me overal opgezeid. Mijn laatste spaargeld ben ik kwijt, aan goed van vroedvrouw en aan doopgoed. U is fatsoenlijk getrouwd, u heeft een man die van u houdt. Of wil in uw geluk eens denken aan arme meiden zoals ik, die in een dronken ogenblik een schooie aan het trouwen schenken. Maar voor mijn meisje schrijf ik deze brief, oh God, ik heb het even lief. Als uwe majesteit er aan geen kindje moet naar het schaap de weg op gaan, waar naar de moeder op moet staan. Weer beter ben en weer geregeld werk ik en laat uw ministers daar eens wetten geven, waardoor een kind zoals het mijne, als uw kind en als andere kleine, niet als onwettig hoeft te leven. Het is makkelijk om te zeggen trouw, maar God, je bent toch mens, toch vrouw? En trouwen moet je ergens soms besturen. Laat het door u zijn, majesteit bemind, dat nooit een onbezonnen meid haar kind als goede kind ter wereld in moet sturen.